Hi, and welcome to a brand new video. My name is Rinaldo, and I'm from the marketing department of Petrolina Oil. And today we are at Skjern. And inside, we are building something unique, something one of a kind, something special. So let's get inside. We are inside the Skjern headquarters, and they specialize in building custom motorcycles. And they are very good at it. Skjern and Petrolina Oil are performing at the highest ranks of their core business. They are practically neighbors, so it was only obvious to start a project together. Let me introduce Petrolina by Skjern, a custom motorcycle project where a Yamaha XS 650 from the 70s will be turned into a unique and custom cafe racer with modern features. During this limited video series, we will take you through all the steps in building the PBS motorcycle, and along the way, several partners will get involved. Time to meet Arjan and Peter. Ik ben Peter van der Velde. Ik ben Arjan. Samen met mijn broer Arjan, eigenaar van het bedrijf Skjern. We zijn eigenlijk ons hele leven altijd bezig geweest met motorfietsen, motorsport. De roots liggen zoals wel vaker bij onze vader. Als ik terugkijk heb ik nog een foto ergens in een album van toen ik 1 jaar was al bij hem op de motor op de tank zat. Het is ons door ons pa met de paplepel ingegoten. We zijn liefhebbers van motorfietsen, met name van een beetje het oudere spul vinden we mooi. De jaren 70, 80 vinden we gaaf. En hebben een bedrijf in het klaarmaken, het bouwen van specials motorfietsen. De XS Yamaha is eigenlijk als een rode draad bij ons in de familie al die jaren aanwezig geweest. Dus we zijn behoorlijk vertrouwd mee. Skjern Petrolina project zijn we, is eigenlijk het idee is ontstaan omdat wij afgelopen jaar hebben wij Petrolina benaderd. Omdat Petrolina net als wij een Almeloos bedrijf zijn en wij houden toch graag dit soort zaken ook regionaal. En niet alleen daarom, maar Petrolina staat gewoon bekend als een topproduct. Petrolina is een gevestigd merk, ook in de jaren 70 begonnen met Jan Put. En dat is ook in de tijd dat eigenlijk dit type motorfiets voor het eerst op de markt kwam. En dat leek ons mooi om daar dus eigenlijk te laten zien wat je met die klassieke feel, maar toch met moderne materialen, met hedendaagse materialen, wat je daarmee kunt maken. De eerste fase is dat we de mensen van Petrolina hebben uitgenodigd om hier met een aantal specialisten en met ons eens te gaan bomen met wat wil je als bedrijf uitstralen. Eerst eens even aan elkaar snuffelen, kijken in de werkplaats. Zo ja. Tof vinden, want ook dit, wat een bochtenwerk, last is vaak natuurlijk kunst. Ja, dat is wel natuurlijk wel mooi. Mooi gelast. Ja, ja. Wat ik wil zeggen, je kunt met segmenten doen of je kunt enkel zo ja. Kun je het doen. Dus, ja, die moer voor ja. Een project. Dus moeten we dit keer hebben, precies zo, jaren 80, 70. Ja. Vervolgens zijn we met de papieren op tafel. Zijn we hier aan de slag gegaan en hebben met de mensen van Petrolina hebben wij de basisvorm bepaald. Dat vinden we leuk, dat proces, dat je nu met een aantal mensen, hè, want tot nu toe deden we het vooral met z'n tweeën, dat je nu met een aantal mensen met zo'n project bezig kunnen gaan. Vind ik echt wel een nieuwe dimensie in dat project. Een hele leuke uitdaging. We zijn wat dat betreft wel niet alleen vanuit de cross, maar ook wel vertrouwd met Petrolina als product. De eerste keer of 10 kunnen we mee starten. Doen? Ja, dat kunnen we niet laten zien. Zeker niet Peter, daarbij hebben wij de vrijheid gekregen, en dat zullen we ook altijd vragen, om onze eigen stijl en lijn erin aan te brengen. Ja, als mensen komen met wensen van willen er graag roze handvaten aan of franjes of dat soort dingen, nou, dat is niet onze stijl. Zeggen we van ja, jammer jongen, dat gaat niet gebeuren hier. Het is niet alleen motorisch, maar ook de details moeten goed zijn. Dat ook de kenner, als je dichterbij gaat kijken, dan moet het ook allemaal kloppen. Dat is 1. En 2, ja, is toch wel een beetje de stijl. We hebben wel een beetje idee ook hoe die lijnen moeten zijn. Het moet recht zijn, een buddy zitten en een tank, daar moet een lijn in zitten. En lijnen die er verder in voorkomen, moet je ook weer terugvinden bij een uitlaatstand. Dan klopt het. Eigenlijk bij kunstenaars is het net zo, hè? Die ook een tekening maken van een gezicht. En dan zeggen, ja, knapste meisje heeft alles precies in evenwicht. Die heeft de oren recht staan en de neus recht, weet je wel. Dat zijn die schoonheidsidealen. En dat zit eigenlijk ook wel in de motor. We gaan alles eraf halen wat wij denken dat niet nodig is. Dan komen we tot een pure vorm van de basis. En van dat punt gaan we weer aan het boetseren, noem maar. Dan gaan we de vorm er weer aanbrengen.
dat wordt allemaal weer opnieuw.